Breda Nu. Je weet het meteen. In Bibliotheek De Nieuwe Vesten was er een makersbase. Hierbij konden jongeren spelenderwijs aan de slag met bijvoorbeeld een 3D-printer. En konden ze onder toezicht leren programmeren en coderen met behulp van CodeCube. Zou je ook wat kunnen uitleggen over die CodeCube? Want heel veel mensen die snappen denk ik niet hoe je van een stuk karton kan leren programmeren. Nee, dat is ook logisch. Nee, de CodeCube is een tool. En dat is een interactieve en fysieke tool waarmee kinderen dus websites kunnen maken. En het leuke daaraan is dus dat we analoog en digitaal combineren. Dus het is een digitaal lesprogramma op de tablet ook. Met allemaal spelletjes, video's, quizjes. En dan heb je de kartonnen borden. En daarop kunnen ze met stickers kunnen ze echt codes maken. Kunnen ze zelf een design tekenen. Kunnen ze helemaal losgaan met een ontwerp en daarop maken ze de website. De Makerspace is een nieuwe plek, of het bestaat nu een jaar binnen de bibliotheek. Een initiatief van de Nieuwe Vesten om maken en creativiteit te stimuleren bij jongeren. En wat ga je programmeren? Een website. We zijn een website aan het maken. Ja, dat hebben we inderdaad zelf bedacht. Tijdens het afstuderen hebben we dit eigen lesprogramma helemaal ontwikkeld. En hem zelf bedacht en alle lessen bedacht. Getest ook met basisschoolkinderen. En het is nu sinds ongeveer 2016, 2017 is het op de markt. Er kwamen verschillende dingen bij elkaar. Inderdaad, op scholen hebben ze moeite om de faciliteiten te onderhouden om dit mogelijk te maken. 3D-printers, lasersnijders, die vragen specialistische kennis. Dat is moeilijk voor scholen om dat te bewaken. En aan de andere kant merken we ook dat die jongeren niet meer een cursus van 15 lessen willen. Heb je al wel eens eerder een website gemaakt? Nee, door zelf alles uit te proberen en het gewoon te doen. Wat een mooie ontwikkeling is dat we hier de plek in de BIEB nu vast hebben staan en dat mensen ons weten te vinden. Maar we merken dat er ook behoefte is aan verdieping en we gaan een tweede plek openen. Die gaat achter het station komen en daar kunnen we nog wat langer, nog wat dieper op deze onderwerpen ingaan. Nou, we willen ook heel graag met de CodeCube naar het buitenland. En sowieso natuurlijk ook in eerste instantie alle scholen in Nederland. En we zijn nu bezig ook dat het programma in het Engels komt en misschien ook in het Duits en het Frans. En daarnaast, de CodeCube is echt bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Dus voornamelijk groep 6, 7 en 8. En we zouden het ook erg tof vinden als er dus een programma komt voor ook al groep 1 en groep 2. En misschien voor groep 3, 4 een programma en voor groep 5 ook. Zo, volgende. Oké. Breda Nu. Je weet het meteen.